Mijn naam is Daphne Beurskens en ik ben van Bureau Boeg. Ik ga nu een EFT-sessie met jou doen om jouw piekergedachten te stoppen. Piekergedachten kunnen behoorlijk je dag verpesten en eigenlijk je vrije manier van leven ook. Want je bent vooral gefocust op dat wat er niet goed is of wat je eng of spannend vindt of wat er is gebeurd. En die gedachten brengen je hoofd op hol en zijn behoorlijk irritant. Met deze EFT-sessie proberen we je gevoelens en je gedachten tot rust te brengen, zodat je weer wat vrijheid voelt in het bewegen en in het leven. Klinkt een beetje zwaar, maar het helpt echt. Het enige wat je hoeft te doen, is dadelijk met mij mee te doen. Dus je tapt met mij mee, dus je klopt op bepaalde plekken op je hoofd en je bovenlichaam en je zegt ook de zinnetjes mee die ik zeg. Het is een eenvoudige methode die meteen op jouw stressplekje in jouw brein die meteen naar het stressplekje in jouw brein gaat en die ook tot rust brengt. Vandaar dat het zo effectief is. Ga even nu bij jezelf na waar je gedachten de hele tijd heen gaan. Welke piekergedachten heb je? Voel ze eens even. Doe je ogen even dicht en denk aan de gedachten die dan naar boven komen. Misschien pieker je wel over iets op wat er op je werk is gebeurd, of thuis, of met je kinderen, of over de zorgen die je hebt om je familie of je geld. Wat het ook is, het is in je gedachten. Haal dat gevoel van piekeren even goed naar boven. Kies één onderwerp uit die op dit moment het meest jouw gedachten beheerst. Doe je ogen dicht en voel even hoe het is als je zo aan het piekeren bent. Haal dat gevoel naar boven en haal het onderwerp naar boven. En weet je, de eerste gedachte is altijd de juiste. Dus neem deze maar in je hoofd bij de EFT-sessie die we nu gaan doen. We gaan beginnen met het scoren van jouw piekernarigheid. Waarbij een 0 eigenlijk helemaal niet naar is, helemaal niet vervelend is dat piekeren. En een 10 echt heel erg vervelend is dat je merkt dat je gedachten volledig beheerst worden door dat onderwerp en het piekeren. Geef jouw piekergevoel een cijfer tussen de 0 en de 10. 0, het zit me niet dwars. 10, het beheerst mijn leven. Schrijf dat getal op. Of onthoud het. We komen er dadelijk nog even op terug. Zet je voeten op de grond. Beweeg eventjes. Haal even goed adem. En dan gaan we beginnen. Haal het gevoel terug wat je hebt als je zo aan het piekeren bent over dat onderwerp. En doe met me mee. We beginnen met de karate chop. Dat is de opstart tapping. En die gaat eigenlijk over dat waar je op tapt. Dus we gaan zo een zin zeggen die te maken heeft met piekeren. Hij is aan de zijkant, zie je onder je pink, op de zijkant van je hand met een 3-4 vingers, tap je zachtjes op die plek. En praat met mij mee, zeg mij na. Ik moet de hele tijd piekeren. Mijn hoofd gaat maar steeds naar dat onderwerp. Ik moet er steeds over nadenken. Het zit er helemaal in mijn hoofd. Al die piekergedachten in mijn hoofd. En ik voel het zelfs in mijn lijf dat piekeren. Die vervelende piekergedachten. En ondanks die gedachten accepteer ik mezelf helemaal zoals ik ben. Ik heb van die vervelende piekergedachten. Ze beheersen mijn hoofd. Ze beheersen mijn dag. Ik word gek van die irritante piekergedachten. Ik moet er steeds over nadenken. En ondanks die piekergedachten accepteer ik mezelf helemaal zoals ik ben. Ik heb van die ontzettende irritante piekergedachten. Ze schieten de hele tijd door mijn hoofd. Ik kan bijna aan niks anders meer denken. Dat vind ik echt mega irritant. En ondanks irritante piekergedachten accepteer ik mezelf helemaal zoals ik nu ben. Goed, dan pak je twee vingers en dan gaan we door met de sessie het tappen. Je begint tussen je neus en je wenkbrauw. Tap daar met twee vingers. Die piekergedachten. Naast je oog en praat met me mee.
die vervelende piekergedachtes. Op je jukbeen die irritante piekergedachtes. Onder je neus, die stomme piekergedachtes. Bovenop je kin, die irritante piekergedachtes. En op je sleutelbeen, ik zal het even laten zien, net onder je bot zeg maar, een beetje aan de binnenkant heb je ook die vervelende piekergedachtes. Onder je arm, de hoogte voor de dames op het BH-bandje, die irritante piekergedachtes. En bovenop je hoofd, die ontzettend irritante piekergedachtes. Nou, leg je hand even op je hart en haal een paar keer goed diep adem. Maak je buik bol. En blaas weer uit. Nou, goed gedaan. De EFT-sessie zit erop. Ga nu terug naar dat gevoel wat je had voordat we de EFT deden bij dat piekeren. Dat gevoel wat je heel je gedachten overgenomen werden door dat ene onderwerp. Ga eens terug naar dat gevoel. En geef daar nu een cijfer voor. Waarbij je 0, ze zijn er eigenlijk niet meer. En 10, dat je denkt, ze overheersen nog steeds mijn gedachtes. Ik hoop natuurlijk dat je lager bent. En als je nog niet bij 0 bent uitgekomen, kun je zo dit filmpje nog een keer kijken. En het zo vaak doen als je wilt, totdat je bij 0 zit. Je kunt dan het piekeren ook gebruiken, maar je mag dan ook het onderwerp gaan noemen. Dus stel dat je piekert over dat telefoongesprek, dan zeg je dat vervelende telefoongesprek waar ik de hele tijd aan moet denken. Of stel dat je denkt over, je hebt geldzorgen, dat je dan benoemt, ik weet gewoon niet hoe ik mijn rekeningen moet betalen. Daar moet ik over piekeren. Dus pak dan het onderwerp erbij waar je over piekert. Je onderbewuste, je brein, je stressplekje in je brein, die heeft nog sneller door waar het over gaat en komt dan ook sneller tot rust. Goed gedaan! Dit is een mooie EFT-oefening voor je geweest. En dit is eigenlijk zo simpel als het is. We zeggen zinnen, we tappen op bepaalde plekken en je zult merken dat daardoor je stress minder wordt. Wil je meer weten over EFT? Ga dan naar www.bureauboeg.nl en kijk daarover klachtenvrij met EFT. Daar staat veel informatie en je kunt dan ook meteen als je zou willen, je kunt inschrijven voor een sessie. Dat kan online en het kan offline. Dus we kunnen het online doen via de computer of offline, dan kom je naar mijn praktijk. Ik hoop dat je piekeren snel wat meer tot rust komen, je piekergedachten snel tot rust komen en dat je weer lekker happy en blij kan leven. Ik wens je een mooie dag toe.